Yo Nintendo fans, welkom bij de laatste video van Super Mario Sunshine. Vandaag gaan we hem uitspelen. Echt niet! Zeker wel. We hebben namelijk de 50 sterren behaald en we zijn in Corona Mountain. Ik denk dat het goed is als ik even mijn opwaartse plantenspuit pak. Dat is deze. En dan moeten we hier naartoe vliegen. Moeten we dit vuurtje even uitmaken. En dan moeten we even hierboven hangen. Oh, Uppie. Is dat serieus een Uppie? Oh, chill. Super chill. Dus we hoeven elke keer maar hier te komen en dan kunnen we hem gewoon opnieuw starten als we dat willen. Daar zie ik in ieder geval stekels. Ik ga er eens eventjes naartoe flyeronen. Ja, top. En oh, en nu hier naartoe flyeronen. Let's go. Lekker Mario, lekker. Oké, nu moeten we daar naartoe. Dus op het moment dat die stekels er zijn, dan moet je eigenlijk al springen. Want dan ben je precies op tijd en heb je ook genoeg tijd om door te springen. Zo, hoppakee, naar de volgende. En dan heb ik hopelijk genoeg water. Zeker wel. En een blauw muntje te pakken. We gaan eens kijken wie de eindbaas vandaag is, jongens. Zou het Bowser zijn? Zou het Bowser Jr. zijn? Wie vinden jullie sowieso toffer? Bowser of Bowser Jr.? Wie is jullie favoriete bad guy in Super Mario? Kan bijvoorbeeld ook Boo zijn, of Koopa, of Goomba, of Kamek. Het kunnen er superveel zijn. Nou, wij gaan in ieder geval even hier naartoe. En dan ga ik denk ik... Oké, ik maakte net een goed genoeg jumpy. Nu zouden we denk ik in theorie in één keer hier naartoe kunnen. Dit moet lukken. Ja, oké, cool. En dan gaan we nu naar deze. Oké, dit valt nog wel mee. Dit is allemaal nog wel te doen in Corona Mountain, jongens. Het is wel heel apart dat we in deze tijd naar Corona Mountain moeten, jongens. Dat is heel gek. We hebben hier in ieder geval weer een uppie. En nu moeten we met dit bootje. En dit bootje kunnen wij besturen. Hoe ging dat ook alweer? Eens kijken. Wat als ik gewoon naar voren spuit? Dan ga ik naar achter. Nee! Oké, dit gaan we nog een keer proberen. We moeten dus naar achter spuiten, zo. En dan... welke kant ga ik op als ik daar naartoe spuit? Oké, dan ga ik de goede kant op. Ja. Dan wil ik nu redelijk recht. Klein beetje, denk ik, nog naar links. Ja. Oké. Waarom ga ik nou helemaal de verkeerde kant op? Moet ik deze kant spuiten? Ja, ik moet draaien. Oké. En nu recht naar voren. Oh. Ik moet daar tussendoor. Ja, dit gaat denk ik goed. En dan nu rechtdoor. Ja. Oké. Nu moet ik even flink draaien. Ja. Oké. Nu recht naar voren. Oké. Ik ga niet al die blauwe muntjes pakken. Dat gaan we gewoon nu even niet doen. Daar heb ik echt geen zin in. Dus, hoppakee, we gaan gewoon lekker hier naartoe, want het bootje... Kijk, zie je, de bootje is gelijk kapot. Wij gaan gewoon lekker hier naar boven, denk ik. Want we moeten deze nu pakken. En hiermee kan ik mezelf omhoog blasten. Oh, we kunnen ook gelijk save en continue. Oh, dat is chill. Je krijgt gewoon een checkpoint halverwege het level. Wij gaan gewoon lekker nu hier, hoppakee, door de clouds, lekker naar boven. Kan ik doodgaan? Ja, ik kan natuurlijk ook doodgaan. Oké, we moeten even goed. Dit moeten we even goed doen, jongens. Dit ging even niet helemaal lekker. Nu moet ik dus naar één van die andere drie wolken sturen. Dus ik moet gewoon nu eigenlijk naar voren vliegen. Zo. Oké, niet te ver. Oh, deze bewegen. Oh, dat is ook chill, hè? Potverdorie. Oké, we moeten een klein beetje naar voren bewegen. Sta ik erop? Ik sta erop. Top. Oké, nu moeten we nog eentje naar boven. Hierop. Oh, nee. Oké, we zijn weer op dezelfde wolk. We moeten nu alleen nog even naar de middelste wolk. Kom op. Hè? Waarom haalt hij dat niet? Dit moet toch niet via dat middelste wolkje, of wel? Wacht even. Hè? Oh, wacht. Ik moet dit timen. En dan moet ik in één keer recht naar boven. Denk ik. Nice. En nu nog verder naar boven, naar de donkere wolk. Let's go. Oh, wat gebeurt hier? Oh, Bowser Jr. zit hier te chillen. Dat is zijn vader. Ja hoor, Bowser is er ook. Oh, Peach is hier ook. Maar Peach wil niet. Peach wil niet in het water. Peach ziet een ster. Of een shine, bedoel ik. Daar is Mario! Het is een vakantie. Het is de vakantie van Bowser. Ik was op vakantie met Peach en met Toad's World. Oké, wat moeten we doen? We moeten rennen. Ik zie daar knoppies aan de zijkanten. En ik zie een hoop bullet bills op mijn kant opkomen. Ik denk dat ik... Hier moet ik iets mee. Oh! Moet ik pounden? Moet ik hier pounden?
Ja! Ja, ik moet hier pounden. En dan denk ik dat ik... Oh, dan moet ik hier heel snel weg zijn. Oh, oh nee! Oeh, wow! Ga omhoog! Ah, nee! Oké, dit is duidelijk. Bowser, doe maar rustig, hè? Ik ga deze even pounden. Zo. Hoppakee. En dan moet ik nu echt heel snel wegwezen. Dat kan. Dat lukt. Ja, top. Oké, door naar de volgende. Wacht even. Bowser begint even vuur te spugen hier. En de bullebills vliegen me waarschijnlijk om de oren. Kan ik deze pounden? Ik denk het. We gaan omhoog in ieder geval. En dan pounden we naar de beneden. Hoppakee. Lekker. Oké, snel wegvliegen. Klimmen eigenlijk. Klimmen door naar de volgende. Lekker. We moeten naar rechts. Bowser, laat me met rust, vriend. Ik weet trouwens niet hoe Bowser Jr. tegen al dat vuur kan. Peach. Ah, Bowser die zit gewoon Peach even onder vuur te nemen daar. Maar Peach kan er tegen. Super nice. Oké, boom. Let's go. En door. Ik moet niet in de... ik was in de groene poep, jongens. In de groene poep slime. En in Bowser's... Oh, nee. In Bowser's vuur. Hoeveel bullet bills zijn dit? Hou op. Waarom zoveel? Hou op. Hoeveel moet ik er nog? Nog twee. Ja, maar dat zal vast niet het enige zijn. Oké, top. Top. Go, Mario. Nee. Ga omhoog, Mario. Lekker. Nice. Oké, top. Wacht. Ik moet een heel rondje gaan lopen, denk ik. Bowser, stop eens. We gaan gewoon er doorheen rennen. Let's go. Ik heb nog 3 hartjes. Ik heb nog 2 hartjes. Kom op. Let's go, Mario. Pak hem. Hoppakee. Ja. Hij is kapot. Bowser is kapot. Bowser vliegt weg. Red Peach. Nee, Peach valt ook naar beneden. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er allemaal? Oh, jongens. Kijk eens. Peach kan gewoon zweven aan de parapluutje. Niks aan het handje. Peach komt al op dat eilandje terecht. Dus daarvoor was dat eilandje daar. Nu weten we eindelijk waar dat kleine eilandje voor was. Lekker Mario. Lekker bezig. Leef je nog? Ja? Oké. Oh nee! Nee, Flood! Flood is toch niet kapot, jongens? Hij leeft toch nog wel? Ja, kijk, hij leeft nog wel, maar hij is wel... We hebben hem laten slopen door Bowser. Nou, Flood! Oh nee! No way! Nee, dit gebeurt niet echt, jongens. Dit is geen Harry Potter moment met Dobby, jongens, zo op het strand. Nee! Flood blijft leven. Sowieso. Dat kan niet anders. Daar is in ieder geval de grote ster. De Grand Star, denk ik. En iedereen is blij. Op Delfino Island. Ja hoor. Zelfs de politie is blij. Nou ja, dan kunnen we nu eindelijk van onze vakantie gaan genieten, denk ik. Net als Bowser. En Bowser Jr. Junior, I've got something difficult. Oké. Dit is een vader en zoon gesprek. Ja, als je groter bent, wat dan? Tuurlijk, Bowser Jr. Maar wie is dan wel de moeder van Bowser Jr.? Dat is de grote vraag. Als Peach het niet is, wie is het dan wel? In ieder geval, Mario en Peach genieten van de zonsondergang. Of zou het de zonsopgang zijn? Ik denk de zonsondergang. Ja! Flood! Hij doet het weer! Nice! De vakantie begint! Lekker! Ja hoor, dat was hem. De vakantie is begonnen van Super Mario Sunshine. Ik vond dit superleuk. Ik vond het een heel grappig avontuur met soms toch wel wat frustratie. Sommige levels waren moeilijk, andere waren makkelijk. Maar de sfeer van Super Mario Sunshine, ja, die is wel ongeëvenaard, jongens. Door naar de volgende series, jongens. Door naar Pokémon The Crown Tundra, Pikmin en straks Hyrule Warriors. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal als je dat wil zien. Doe een blauw duimpje omhoog en laat even een reactietje achter. Dat vind ik ook altijd heel leuk. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!